Ik wil nieuwkomers helpen om beter toekomst in Nederland te hebben. Ik ben Sabra. Ik ben 40 jaar oud. Ik kom uit Iran en Irak. Ik ben getrouwd. Ik heb 3 kinderen. Ik ben gestudeerd in Iran, maar ik heb ook een paar opleidingen gevolgd in Nederland. Ik heb vrijwilligerwerk bij MANO en Stichting Voice of Alle Women. Ik heb de opleiding, het programma ervaringsdeskundigheid gevolgd om mijn eigen ervaring kunnen tegen andere mensen kunnen delen. Tijdens de opleiding ik heb heel veel geleerd. Bijvoorbeeld hoe kan ik zelfstandigheid te blijven en hoe kan ik met mensen meer contacten hebben. En hoe kan ik me communiceren met andere mensen, feedback geven en hoe kan ik luisteren tegen de andere mensen. Als ervaringsdeskundige ik wil meer dames helpen. We zijn al lang wonen in Nederland, maar thuis blijven zitten. En ik wil ze helpen naar de buiten thuis komen en meer activiteit te voeren. Bij Stichting MANO. Ik heb meegedaan met samen. En veel vrijwilliger gewerkt bij activiteiten voor Farsi groep. Stichting MANO is het voor mij tweede huis en ik voel me hier veilig. Stichting MANO heeft mijn leven veranderd. Ik heb nu meer zelfvertrouwen en mijn communicatie met andere mensen veel beter geworden.